Welkom kijkers bij Golfschool Gelderop. Leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Mike Vieringen en welkom op mijn YouTube kanaal. Ben je nog niet geabonneerd en wil je vanaf nu geen enkele tip van de week weer missen? Iedere vrijdagochtend zet ik een tip van de week op mijn site. Dan zou ik zeggen, klik even hier rechts onderin op de button abonneren. Daarna op het belletje en vanaf nu mis je geen tip van de week. Als je het op het einde van het filmpje een goed filmpje vond en je geeft het ook nog een duimpje, zou ik het enorm waarderen. Vandaag een tip van de week. Wat is eigenlijk de meest effectieve manier om te chippen? Ik merk dat heel veel leerlingen van mij de neiging hebben om met chippen te veel krom naar achter weg te gaan. En daardoor eigenlijk te veel een rotatie maken. En daardoor moeite krijgen om met een club en hun handen weer op dezelfde plek terug te komen. Wat je heel vaak ziet is dat golfers door die kromme lijn eigenlijk ook vaak een bal toppen of te dun raken. Het wordt lastiger om die bal op impactment weer precies in de sweet spot te raken. Terwijl als je een rechtere pendulebeweging zou maken, het veel effectiever wordt en de club en het slagvlak dus veel constanter op dezelfde plek terug gaat komen. Dus probeer te begrijpen, chippen heeft heel veel weg van eigenlijk het putten. Bij putten probeer ik ook met mijn ogen boven de bal te zitten, omdat je daardoor mooi die rechte pendulebeweging maakt en de meeste kans hebt dat je weer precies op diezelfde plek weer terugkomt. Dus ik zou eigenlijk willen adviseren, denk bij chippen ook eigenlijk alsof je staat te putten. Dus als je nou ook nog zou kunnen zorgen dat in jouw beginstand je eigenlijk die randvoorwaarden even inneemt zoals je op impactment ook zou willen de bal zou willen raken, zou ik zeggen, zorg dan dat je in die setup alvast goed klaar gaat staan. En daar ga ik je bij helpen. Wat ik belangrijk vind is 1. Zorg dat je met je gewicht een heel klein beetje meer op links staat. Zeg even 60% links, 40% rechts. Hierdoor raak je sowieso de bal al veel makkelijker in die neergaande lijn. Mensen die op rechts gaan hangen, hebben sowieso de neiging om die bal in de opgaande lijn te raken en daardoor de bal te vaak zullen toppen. Dus 1. Gewicht op links. 2. Oog boven de bal. Dat zal dus betekenen, je zult er een stuk dichterbij moeten. Denk alsof je staat te putten, daar wil ik ook eigenlijk de ogen zoveel mogelijk boven de bal. Wat je een beetje gaat merken is dat de club een heel klein beetje meer op zijn teen komt. Maar dat is op zich niet erg. Hierdoor kom ik eigenlijk alleen maar nog beter en nog makkelijker onder de bal. Dan zou mijn voorkeur zijn, balpositie in het midden. Want daar komt mijn hand ook mooi bij elkaar. Dus dan heb ik de meeste kans dat ik er goed onder kom. En probeer dan eigenlijk die mooie rechte puttingstrook te maken. Ik ga je een hele goede oefening geven om dat te controleren. Als je zorgt dat je één club hebt om mee te chippen. Ik ga het voorbeeld geven met de pitching wedge. Twee willekeurige clubs. Je gaat de clubs nu neerleggen als een soort treinrails. Dus ik leg de clubs neer waarbij de clubs op een balletje liggen. Zodat die een klein beetje verhoogd wordt in de doorzwaai. En nu leg ik de bal aan het uiteinde van de grip tussen die twee treinrails door. En nu ga ik proberen om tussen die twee terreinrilsen naar achteren en naar voren te bewegen. Eigenlijk een beetje die puttingstrook dus. Dus, treinrails, leg ze ietsjes hoger op een balletje. Ga staan, voeten lekker smal, met de bal in het midden. Breng het gewicht een klein beetje op links. Ogen boven de bal en vanuit die positie probeer nu maar eens die rechte pendulebeweging te maken waarbij je de twee shafts niet raakt. Ik weet zeker dat je een zuiverder contact gaat krijgen, dus een beter impactment. En dit is volgens mij de meest effectieve manier om de bal goed te raken bij het chippen. En dus een constante balvlucht en een constante snelheid te krijgen. Vond je het een goed filmpje? Geef het een duimpje. En wij zien en spreken elkaar weer volgende week.